In deze video gaan we extreme waarden berekenen met behulp van de afgeleide. En zoals je ziet heb ik hier een schets gemaakt van een functie van f. En ja, hier is dan, de top is daar in dat punt A. En dit is dan de x-waarde bij punt A. En daar hebben we de y-waarde van punt A. Nou, als je f gaat differentiëren, dan heb je het over f-accent, de afgeleide. Dan krijg je veel informatie over de grafiek van de functie. Nou, laten we eerst even gaan kijken naar die functie f. Wat we zien hier, dat we te maken hebben met de stijging. En dan hebben we de top. En dan gaat die grafiek over in een daling. En als je dan f gaat differentiëren, dan is tot daar zijn de hellingen groter dan 0 in dit geval. En na de top zijn de hellingen kleiner dan 0, omdat je te maken hebt met een daling. En precies daar waar de top is, daar is de helling dus 0. Dus als je f hebt gedifferentieerd en je zet die x-waarde van dat punt A zet je daarin, dan kom je uit op 0. Nou, dat vat ik even samen. Is de afgeleide groter dan 0 op een interval, dan is de functie stijgend. En is de afgeleide kleiner dan 0 op een interval, dan is de functie dalend op dat interval. Nou, in dit geval is A dus een top. Dus als je in die afgeleide functie die x-waarde van dat punt A zet, dan kom je uit op 0. Nou, en het maximum is dan die y-waarde van dat punt A. Nou, maxima en minima noem je ook wel extreme waarden. En als ik nou ga kijken naar die afgeleide functie en ik ga bijvoorbeeld daar inzetten x is 3, dan zal het antwoord groter dan 0 zijn, omdat je te maken hebt met de stijging. En ja, dan weet je dus dat y toeneemt als x is 3. Nou, we gaan even naar een werkschemaatje toewerken, want we krijgen zometeen twee voorbeelden. En na dit werkschema volgt voorbeeld 1. Werkschema: een extreme waarde van y berekenen met de afgeleide. Nou, het eerste wat je doet is de afgeleide berekenen. En dat is dan ook vaak de vraag. Bereken met behulp van de afgeleide dat. Je wil de extreme waarde berekenen en je weet ook extreme waarden. Dat zijn maxima of minima. Dus die moet je gelijkstellen aan 0. Nou, dat kan natuurlijk exact, maar dat kan ook met je grafische rekenmachine. Dat hangt een beetje van de vraag af. Nou, dan moet je de grafiek schetsen, maar niet als er al een schets of een tekening is gegeven. En dan ga je kijken of je te maken hebt met een minimum of een maximum. Nou, en als je dan die x-waarde hebt gevonden, dus bij punt 2, dan wil je natuurlijk ook even weten wat is dan die y-waarde daarbij. En dan heb je de extreme waarde gevonden. Nou, dat gaan we allemaal even toepassen in het volgende voorbeeld. Dit is voorbeeld 1. Dus je kunt zeggen, ik zet hem op pauze. En anders dan blijf je natuurlijk eventjes kijken. Nou, gegeven is een formule. R is uitgedrukt in Q. En we hebben dus een tekening gekregen. Dat betekent dat we zometeen niet gaan schetsen. Nou, staat dat R de opbrengst is in euro's. En er staat ook iets over de Q-as. Want die loopt van 0 tot en met 100. Dat is zometeen handig als we de grafische rekenmachine gaan inzetten. En er staat er bereken met de afgeleide. Dus dat betekent dat we die eventjes moeten gaan differentiëren. Nou, we differentiëren naar Q. Dus dan schrijven we dat als volgt op. Dus we gaan R differentiëren naar Q. Dan krijg ik 1,8 keer min 0,3. En van de exponent haal ik eentje af. Dan doe ik 0,9 keer 25. En van de exponent haal ik eentje af. Nou, bij welke productie is de opbrengst maximaal? Dus ik moet dat eventjes. Dus daar zitten we dan.
En daar is de helling dus 0. Dus wat ik nu net gevonden heb, dat moet ik dus gelijkstellen aan 0. En dat doe ik natuurlijk in mijn rekenmachine. Dus ik pak mijn grafische rekenmachine, pak ik er even bij. En in principe wat je doet, dat laat je even zien. Hè? Nou, ik zoek dus het snijpunt met de x-as. En verder staat er nog dat mijn x-as loopt van 0 tot en met 100. Dus ik heb mijn... Ja, ik moet eventjes zeggen dat ik ook nog eventjes die functie in heb gevoerd. Maar dat is puur voor zometeen. En zoals je ziet heb ik hem nog niet aangezet. Ik ga weer even terug naar de assen. Want mijn Q-as, oftewel mijn X-as, die laat ik lopen van 0 tot en met 100. Ik zoek mijn snijpunt met de X-as. Ik heb immers gelijkgesteld aan 0. Dus voor mijn Y-waarden zoek ik tussen min 5 en 5. En als ik dan plot, vind ik mijn nulpunt. En wat je doet, laat je zien. Dus ik schrijf op dat ik heb gebruikt de functie, de optie nulpunt. Even kijken, bij welke productie is de opbrengst maximaal? Dus dan, dat zijn natuurlijk gehelen. En x is dus q. En q is in stuks, dus aantallen. Dus ik maak hiervan dat de productie 63 is. Dan is de vraag ook nog hoeveel is de opbrengst. En ik heb dus net heb ik die formule er even ingezet. En de opbrengst is dus maximaal als die Q 63 is. Nou, je kunt natuurlijk dit in je rekenmachine intikken. En dan komt het ook goed. Maar ik maak eventjes gebruik van mijn tabel. En dan zoek ik de bijbehorende R-waarde. Maar nogmaals, dit kan ook gewoon in je homescreen op de GR. Nou, verder staat er nog dat het antwoord in gehele euro's moet. Dus ik maak hiervan 521 euro. Nou, en dan hebben we dus dat werkschema wat we net hebben opgeschreven op de vorige bladzijde, hebben we hier mooi toegepast. Dus dit was de vraagstelling. Bereken met de afgeleide bij welke productie de opbrengst maximaal is. En dan is dit het werkschemaatje erbij. De vraagstelling kan ook anders zijn. Dit is een voorbeeld. En ja, hier staat eigenlijk al het antwoord gegeven. Hier staat, toon met de afgeleide aan. Dat betekent dat je moet gaan differentiëren. Dat W maximaal is als Q is 16. Dus dat betekent dat je moet gaan differentiëren. En in die afgeleide functie moet je de Q vervangen door 16. W is maximaal, dus de uitkomst moet 0 zijn. En je gaat dat controleren met je grafische rekenmachine, met behulp van een schets. Nou, dan ga ik naar het werkschema en alles wat ik net heb verteld, vertel ik in principe nog een keertje. Dus met de afgeleide aantonen dat I een maximum heeft voor X is A. Dus het antwoord heb je al gekregen. Dus je moet differentiëren en dan moet je in die afgeleide functie moet je uitkomen op 0 als je die x-waarde vervangt door a. Nou, dan moet je nog even een schets maken en dan moet je nog even checken of dat klopt. En als je die werkschemaatjes met elkaar gaat vergelijken, dan zie je ook heel veel overeenkomsten. En waar het op neerkomt is goed lezen en laten zien wat je doet. Ook als je de grafische rekenmachine inzet. Voorbeeld 2. Dus je kunt hem op pauze zetten en dan kun je het zelf proberen en anders blijf je kijken. De maandelijkse winst van een bedrijf is gegeven door een formule. En je ziet dat W is uitgedrukt in Q. W is in honderden euro's en Q is de maandproductie in honderdtallen. En we moeten dus met de afgeleide aantonen dat W maximaal is als Q is 16. Dus het antwoord is gegeven. We moeten gaan differentiëren, want dat wordt tenslotte gevraagd. Dus dat betekent 2 keer 4. En van de exponent haal ik eentje af. En 3 keer 1 zesde. Dus dat is een half. En dan nog even een minnetje voor. En van de exponent haal ik eentje af. Nou, dat moet ik
In de vorige vraag moest ik het gelijk stellen aan 0, maar dit is makkelijker. Want ik weet al dat als ik die q vervang door 16, ja, dan moet ik uitkomen op 0. Dus dan krijg ik 8 keer 16 en ik krijg een half keer 16 in het kwadraat. En je ziet ook dat ik de q heb vervangen door 16. Nou, dit doe ik even uit mijn hoofd. 8 keer 16 is 128. 16 in het kwadraat is 256. En je ziet dus dat je uitkomt op 0. Nou, dan gaan we nu nog eventjes controleren dat dat klopt. Dus ik ga mijn rekenmachine gebruiken. Ik heb, je moet dus aantonen dat W maximaal is als Q is 16. Hè. Dus ik heb gezocht tussen 0. Dus ik heb mijn x-as ingesteld van 0 tot en met 25. Hè, dus ik heb geschetst, zoals je ziet, ik menu functie extreme waarde. En je ziet inderdaad dat als x is 16, oftewel als q is 16, dan is w maximaal. En dat zet ik er nog eventjes neer. He, dus uit de schets volgt dat w maximaal is voor q is 16. Nou, dan zijn we gelijk aan het einde gekomen van deze video. En dan zeg ik tot de volgende keer.